Assalamu alaikum mensen en welkom bij weer een nieuwe vlog. We zijn in Dordrecht en we gaan naar Enfusion, lieve mensen. Er is weer een mooie vechtgala. Echt eerlijk, de afgelopen periode zoveel vechtgala's achter elkaar. Vechtsportliefhebber is dat mooi om te zien. Ik hoop dat jullie ook genieten van de vlogs. Natuurlijk gaan we ook vlogs maken die niet alleen over vechten gaan en vakantie en dat soort dingen. Komt goed. Maar vandaag neem ik jullie mee naar Enfusion Dordrecht. Volgens mij is dit editie nummer 115 uit mijn hoofd. Ik zag dat volgens mij ergens staan. De talenten van de toekomst, die gaan hier vandaag staan. En ik ga er natuurlijk langs om eventjes te checken, mooie beelden te maken. En jullie gaan mee. Dus ik zeg, volg. Strijder, wat is jouw naam? Anwar. Je hebt vandaag gevochten? Zeker. Gewonnen? Ja, zeker. Kijk eens, is dit je eerste belt? Ja. Mooi man, en voor welke gym kom je uit? Champions Gym, waar ligt dat? In België. In België, waar in België? Antwerpen. Represent, jij komt helemaal van Antwerpen hier naartoe? Zeker. Gefeliciteerd, Oes. Ja toch? We gaan jou nog snel weer zien in de ring, inshallah. Inshallah. Lekker man bro, gevochten? Ja, zeker. En de uitslag? Ja, gewonnen, gelukkig. Ja. Lekker man. En maar volgens mij, je tegenstander was wel een ervaren tegenstander, hoorde ik net. Ja, 20 partijen gevochten. Wel maar 6 gewonnen, als ik het goed heb. En dit was mijn 10e partij en ik had mijn vorige 9 al gewonnen. Dus het is 10-0 geworden. Lekker man. Super blij mee. Dus. En uit welke gym? Ja, het staat hier natuurlijk al. Ja, ik kom uit voor de Boyassi Academy. Remy staat daar, dus... Remy, trots op hem of niet? Heel trots. Lekker man. Super blij met de trainers allemaal. Talentvolle jongen. Ja, je hebt er eigenlijk geen problemen mee. Traint hard, is er altijd. Denkt ook aan zijn voeding. Party. Ja? Party niet. En hoe oud ben je als ik vragen mag? Ik ben 15. 5? Bro, doe je bicep, doe zo. Wat? Hey. Dus binnenkort zien we jou terug bij Glory later. Voor een paar jaartjes. Ja toch? Blijf bezig. Wat is je naam? Nog één keer te spreken. Lucas Keizer, ook op Insta. Ga die man checken, Lucas Keizer. Love. Oes. Wat shine geven aan Faisal. Faisal, broer, love. Hij is zo sterk. Kijk wat voor sterk spoel zijn. Broer, deze man is 16, hè? Broer. 16. Net een week. Hier, wacht. Perspectief zo. Lekker, man. Gewonnen? Ja. En dit is nu je hoeveelste partij? 8e. Lekker, man. En je traint bij niemand minder dan? Ah, ik Kroos. Lekker man. Wil je nu nog eentje draaien, misschien nog voor volgend jaar, of zeg je van? Ja, toevallig heb ik over 2 weken weer eentje staan. Ja? Tuurlijk. Staat al vast? Tuurlijk. Waar ga je vechten? In Eindhoven. Eindhoven, lekker man. Die ga ik slopen. Die ga ik ja? Oké. Okay. Hey, maar volgens mij, deze partij die je vandaag hebt gewonnen, was soort van wel een beslissende toch? Want er was een beetje een strijd onderling, hoorde ik. Ja man. Maar is goed gekomen. Ja? Gewoon een handje geven? Ja, mijn tegenstander, hij is een super gozer. Hij heeft respect sowieso. Shout-out naar jou. Ik heb respect voor mij, respect voor mij. En, na de wedstrijd spraken. Hey Joep, zwaai even naar de vlog. En zo naar Ejoep mensen, Ejoep is ook in de building. Tuurlijk, altijd. Binnenkort A-klasse. Binnenkort inshallah. Rafael Boys. En Milan. Shout-out naar jullie man. Jullie hebben gestreden. En nu lekker partijen kijken. Geniet ervan man boys. Weather is the Ilias Chalchuya. Alles goed? Oké, okay. Dames en heren, ja, allereerst natuurlijk een groot applaus voor deze twee kanjers. Kevin Zelen en Lucas Hagendeek. Waarom wil jij weglopen, zeg maar? Jij komt op de vlog, broer. Ja, sowieso een gekke partij daar op de achtergrond. Twee jongens die aan elkaar gewaagd zijn. Hoi. Hier, wie gaat winnen, Emiel? Ik heb geen... Jij bent die prediction, man. Oké. Ik denk die in het rood. In het rood? Ja, man. Hoe gaat het tot nu toe? Ja. Het is nog vroeg eigenlijk, hè? We zijn uitgeproefd. Lekker, man.
Je hoort het, het publiek gaat los bij elke partij. Bij de heren Nouri, de Jager en Ahmed. De champ even voor de vlog. Shout-out naar de champ hier. Love, hij komt de talenten sporten. Heb je nog een favoriete vechter? De blauwe hoek. Voor Victor Koning en Pinas. Pinas, die zijn ook zo aan de beurt, hè? Oké, die gaan we in de gaten houden, broeder. Love, lobby. Je ziet het, lekker man. We onderbreken deze vlog voor een huishoudelijke mededeling, want wil jij je kind blij maken met de tofste ballenbak van het land, dan moet je natuurlijk zijn bij www.noozytoys.nl. Want modieus spelen doe je natuurlijk nog steeds alleen bij Noozy Toys. Dada in de building! Jozef in de building! We gaan vandaag een hele mooie vlog maken. Mensen, gaan jullie eventjes een kijkje nemen op het kanaal van Dada. Ik zet de link in de beschrijving. Dan kan je naar zijn kanaal toe gaan checken. Hij maakt hele toffe vlogs. Binnenkort ga ik ook met hem petsen. Niet te vergeten, petsen met sterren met YouTube. Juist, binnenkort mensen, ga ik Dada doen. Anything to say, Vinny? Because we're filming. Anything to say? Anything to say? Yes, for my vlog. For your who? For your vlog? For my vlog. Listen, you make sure you listen to this guy because he's very clever. And he's got good taste because he likes me. Thank you so much, man. Thank you. Broeder, je wordt geroepen, maar snel je biceps laten zien. What's up now? Ga de man volgen. Kijk eens, mijn strijder is hier zo. Geen stress, man. Als jullie ooit... Deze man gaat sowieso binnenkort gaan grappelen, heb ik gehoord. Dat is exclusieve nieuws, toch? Maar voor al jullie fitness, voedingsschema, alles erop en eraan moeten jullie bij deze strijden zijn, inshallah. Jamstalk. Uit je kop. Jamstalk. Zonder rem op de knop. Jamstalk. Shoutout naar Jamstalk. Sowieso, man. Sowieso. Stel jezelf even voor de mensen die je nog niet kennen. Ik ben Max. Ik zit bij Jamstalk natuurlijk. Yes. Dan moet je natuurlijk nog even op abonneren. En ja man, Youssef zit ook regelmatig lekker, bij ons. Lekker man, ja man, bro, we zijn kind aan huis nu. Ja, sowieso. Vijf partijen te gaan, dames en heren, al voor ons. We gaan beginnen aan de Infusion Live. De Infusion Live, je kunt het ook al even. Wow! 10 minuutjes pauze, dan beginnen we zo meteen aan die knockout, heb je die gezien? Het B-programma. En 6 seconden, man, 20 seconden. Ik ga niet trainen, maar hij staat in mijn hand. Begeleiden, dus tot zometeen. Het was zo snel, ik was met iemand in gesprek, ik was nog aan het kijken. De wedstrijd was al voorbij. Ja. Ja, maar ik ga zeker wel patenten. Eskimo! Stel hem eens een vraag. Wat dan? Joey Bravo. Joey Bravo? Ja. Oh, rematch. Nee? Hoi! Joey! Weet je wat, ik heb je ook verteld, maar kijk, hij heeft mij gepakt op het moment dat ik niet heb getraind. En toch heeft hij klappen gekregen. Oké, dat is een argument. Je hebt het argument. Ik heb getraind en 300 volop gehad. Dan helemaal zeg maar klaar. Wat is jouw boodschap aan Joey? Kijk, nee, wat is jouw boodschap? Hoi! Kijk, mijn boodschap is gewoon, ik zeg je eerlijk bro, ik vind je gewoon een man als je bent ingestapt. Maar? Als jij een man bent, dan ga je ook een paar die match aandurven. Oké. Eskimo, binnenkort tegen Joey! Ja. En sowieso, Melvin weet ervan, ik sta vast, die gallen. Oké. Dus jij vecht sowieso. Sterk. Oké. Joey, we mogen je. Maar accepteer deze partij, zou een leuke zijn.
De winnaar krijgt Astos. Ja, er wordt voor ons gezorgd, mensen. Kijk, powervoedsel hier zo. Assalamu alaikum, mijn familie. Waar zijn de tijgers? Waar zijn de leeuwen? Daar is een leeuw. Oh, ach, zie ze. We zijn er. Ja, wij niet, Arabieren, ben ik. Ridwan. Racistisch. Jij bent gevaarlijk, hè? Team Ridwan. Shout out naar Team Ridwan. Jena ook daar. Echt, Jena. Jena. Misha gaat zo knallen. Fight Club 070 in de building. Misha zo knallen, hè? We zijn met jou, bro. Misha Eirade! Misha! Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren. Vergeet natuurlijk niet in de reacties achter te laten wie jouw favoriete vechter is. En vergeet natuurlijk niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten sluit ik altijd af met een...